Hey, what's up? Jeremy en welkom bij Zat. Satisfying Saturday. Dames en heren, het is natuurlijk de Zat voor oud en nieuw. En daarom heb ik hier wat mooie vuurwerkshows voor jullie meegenomen. Ik dacht, het is natuurlijk wel heel erg zat om een lekkere vuurwerkshow te hebben tijdens de video. Dus kijk eens, een vuurwerkshow. Alsjeblieft. Helaas jongens, het is alweer de laatste zat van het jaar. Hoe akelig is dat, dames en heren? Laten we eventjes kijken in de zat afspeellijst wat we allemaal hebben gekeken. We hebben maar liefst 14 zat video's gemaakt dit jaar. Al moet ik een beetje liegen, want we hebben natuurlijk wel wat vaker gekeken dit jaar naar satisfying video's. Maar toen was het nog geen zat, oké? Okay? Zat is zat op zat. We hebben gekeken naar lekkere meloentjes. Heel lekker lopend. Wat was dit? Een mooie kristal. Zeep. Oh, dames en heren, zeep. Zeep was zo sick, hè? De zeepies waren... Very nice. Lekker taartie, dames en heren. Zeep snijden, kijk eens. Zeep. Oh, wat mooi. Zeep gesneden. Ja, kom maar weer met de vuurwerkshow. Wat hoort er nou echt bij zat? Laten we het eventjes opnoemen. Slijm. Slijm is wel echt heel zat. De machientjes, die vinden jullie altijd lekker. En natuurlijk is zat geen zat zonder dat iemand eventjes lekker aan het tekenen is. En we hadden verwacht dat met die winterdagen dat er een beetje wat meer sneeuw zou komen in de zatjes. Maar dat was niet zo. We hadden een beetje pech met de sneeuw zatjes. Maar goed, nu komen er natuurlijk heel veel vuurwerk zatjes. En daarvoor zijn we heel dankbaar. Oh, we hadden een man die een pannenkoekje ging maken van SpongeBob. Dat was sick. We hadden een leuke verfachtige schilderij wat gemaakt werd. Oh ja, de kaasperforator. Oh, kaas. En natuurlijk hadden we ja, de bevroren druif. Kijk, weet je jongens, als je nou echt eventjes een kutweek hebt, dan kan je gewoon in de zat afspeellijst duiken. En dan kan je gewoon weer eventjes je lichaam helen. Vooral je oogbollen worden geheeld. En de oorschelpen. Is het oorschelpen of oorgaten? In ieder geval, laten we gewoon weer lekker in zat duiken en samen kijken naar satisfying video's voor de laatste keer dit jaar met Jeremy, je host. De beste host gewoon van de wereld. We hebben hier een koenkie, jongens. Een koenkie in de melk. Wow, het vult zich helemaal met melk en dan blijft hij zo liggen. Oh, dat was wel leuk. Leuk gedaan, meneer koekje. Oh, we hebben hier een hele mooie vinyl disco plaat. Ja, dat heeft hij mooi gedaan. Maar voor de rest boeit het helemaal niemand. Oh, wacht! Kijk nou! Ik zei het boeit niemand, maar dit is zo cool. Ik dacht, dit is het. Ik wilde al bijna weggaan. Maar gelukkig ben ik nog even gebleven. Kijk, die hond. Dit is zo cool. Wat nou als we deze keer, eventjes voor de laatste keer voor het jaar, eventjes een wedstrijdje doen? Van als je satisfied wordt, dan ben je af, oké? Okay? Dus als jij satisfied bent, ben je af. Ben ik satisfied, gaat er één van mijn levens af, oké? Okay? Hier staan mijn levens. We hebben hier, oh, we hebben een tekenmannetje. En we zeiden het nog, er moet minimaal een tekenmannetje zijn elke aflevering. Ik zie dat je satisfied bent. Ik zie het aan die oogbollen van je. Ben ik satisfied? Nee, echt niet. Nee. Oh, maar het is wel heel cool. Het is wel heel chill. Helemaal niet. Waarom is er nou weer een leven af? Mijn god, hé. Ik zat er gewoon lekker naar te kijken, oké. We hebben weer een tekenman. We willen gewoon dat je afgaat. Hij gaat Star Wars tekenen. Ik zei hij. Oh, sorry. Het is misschien wel een zij. Ik weet het toch niet. Ik zeg maar wat. Het tekent Star Wars. Het tekent Star Wars. Wat gebeurt er? Oh, hij gaat gewoon ingedrukt worden. Oh, hij heeft hem daar ook echt op die manier onder gezet. No. Dat hij ook niet eronderuit schiet, hè? Dat zou ik dan denken dat gebeurt, zeg maar. Dat het gewoon eronderuit schiet. Nou, nu gaat hij niet netjes. Oh, hij was zo netjes. Melting into the... Oh, dat is een vet kastje. Lijkt wel alsof hij door de muur heen gaat. Vet gedaan. Helemaal niet, ik was niet satisfied. Geef dat leven maar gewoon weer terug. Dat is oneerlijk. Oh mijn god, wat is dit? Een robot. Hij maakt een cirkeltje. Maar ik vraag me dan af, is dit echt real time, weet je wel? Maar hij maakt er gewoon een cirkeltje met steentjes en dan legt hij hem weer terug. Wauw. Wauw. Very, very nice. Oh, dat is sick. Oh, ja hoor. Daar lever ik graag een leven voor in. Oh, wat cool. Het is stuk, maar het gaat weer
gebouwd worden. Kijk, als je zo'n Lego ding in elkaar kan zetten, was je niet net zoals ik bijna een uur bezig met het in elkaar zetten van één poppetje. Ben je de kinderen nu nog steeds met Lego? Iedereen heeft toch wel uit zijn Lego periode, kom op. Je hebt toch echt in je leven toch wel zo'n Lego periode en je hebt een Playmobil periode. Dat weet ik zeker. Jeetje, hoeveel tickets heeft deze guy? Als hij niet stopt op een heel rond getal, ben ik niet satisfied, oké? Okay? Nope, not satisfied at all. Ze dachten dat ze me hadden, maar ze hadden me niet. Ze hadden me niet. Ik kan nu bijna nergens meer staan. Ik dacht, ik wil even ze staan, nu moet ik hier staan. En nee, ik sta niet in Ibiza. Het is vuurwerk. Een man met kaarten. Oh, hier houden we van. Kaartentrucjes. Ik ben de kaartenman, hè? Kaartenman van afgelopen jaar. Maar ben ik satisfied? Het is ook echt gewoon... Hij buigt gewoon zijn kaarten, maar in principe maakt het niet zoveel uit, oké? Okay. Oh, dit zijn van die foampanelen. En die hangen al die YouTubers op hun muren. En ze hebben geen idee hoe het werkt. Oh nee, ik koop gewoon wat foamstukken en ik plak het gewoon op mijn muur. Maar ik heb geen idee hoe het werkt eigenlijk. Jesus, we hebben hier de Minecraft koning, dames en heren. Moet je kijken wat deze guy maakt. Jongens, wat is dit nou? Ik word helemaal gek in mijn hoofd. Ik word helemaal eng van. Dames en heren, Minecraft. Ik wil weer Minecraft spelen, jongens. We gaan een potje Minecraft doen. Nou, dames en heren, we zitten in een nieuw potje Minecraft Skywars. We gaan proberen te winnen. Ja, we springen eventjes, we doen dit. En we springen hier eventjes. Oh, nee, ik val van de wereld. Ik ben dood. Shit, ik ben dood. Hoe kan dat nou? Ik doe eventjes boos, want dat vonden jullie altijd leuk. Oh, dit is hoe ze pakketjes sorteren. Bij de pakketdienst ergens in freaking Azië. Natuurlijk moet het bij hun wel weer gewoon goed lopen tijdens de feestdagen. Haha, hallo PostNL. Ja, lekker hoor. Cement meneer of mevrouw natuurlijk. We zijn hier een christelijk familiekanaal. We houden je graag te vriend. Moet je kijken dan, ze hebben alles op kleur gezet. Dat moet ook wel hoor, als ik magazijnmedewerker was, dan maakte ik het ook wel eventjes leuk voor mezelf. Ben ik nooit geweest, maar dat had ik wel gedaan dan, zeg maar. Wow, wat is dit? Gadver de lekkere. Volgens mij hebben we dit al een keer gezien, stik er maar in. Een blok jongens en meisjes. Een blok, haar vliegt weg. Een CGI-blok. Daar gaat hij. Doei, blok. Waarom maakt iemand dit? Oh, ja, dit had ik gezien. Dit is echt bizar. Moet je kijken, dit is een machine. En hij slaat de niet-rijpe tomaten, slaat die allemaal in die andere bak. Dit is toch crazy? Dit is insane. Dit is echt bizar. Dit vind ik nou cool. Neem mijn leven maar, doe maar zo. Ja, kijkers gaan het er niet mee eens zijn hoor. Maar doe maar zo. Hey, ben jij al af trouwens? Waarschijnlijk wel. Wat doet hij nou? Hij doet een steeltje van een... Wat is dat? Een wietplant of zo? Doet hij door die stoel en dan haalt hij hem er doorheen en dan haalt hij alle bladeren eraf. Dat doet me zo denken aan vroeger. Oh mijn god. En ik zeg wel vroeger alsof ik heel oud ben, maar even serieus. Toen wij buiten waren, altijd. We waren altijd buiten. Echt altijd hoor. Gamen nooit. Dit is gebaseerd op feiten. En dan heb je allemaal van die heggen, weet je wel. Met allemaal van die kleine bladeren eraan. En je haalt hem dan zo erlangs. Dan had je een soort van roosje. Een soort van roosje in je hand. Dit is nou waar we op aan het wachten waren hier in de winterperiode. Maar goed, het is nu al het einde van het jaar. Kijk nou. Lekkere sneeuwvlonkjes. Dat is waar we op aan het wachten waren, dames en heren. En je zit jezelf nu vast af te vragen. Eigenlijk vroeg ik het me gewoon ineens af. Want jullie hebben natuurlijk allemaal gewoon vakantie nu. Dus waarom zou je je ogen moeten laten helen in de vakantie? Nou, weet je wat het is? Je ogen moeten altijd relaxen. Dus kijk gewoon elke dag zat. Oké. Weet je dat ik letterlijk gisteren dit spelletje nog heb geïnstalleerd? En ik weet niet waarom, maar ik hou gewoon van die ritme games. En het leuke hieraan is, ik dacht hier ook gewoon aan van... Ik kan wel leuk gaan proberen een highscore te halen, maar mensen hebben allemaal van die bots gemaakt. Die reageren op die zwarte vlakken en dan gewoon oneindig snel dit spel kunnen spelen. Ik hoop dat die stikt in zijn huig. Zo, dat is scherp. Dat is toch eens even een partij scherp. Jeetje. Je zou maar eventjes... Helemaal niet, ik was niet satisfied. Ik wil... Nee, omdat je oneerlijk een leven eraf hebt gehaald, wil ik er weer 3 terug. Ja, dankjewel.
Want dit was oneerlijk. Hebben jullie nou genoten van Zatzat? Zijn jullie oogbollen weer heel? Zijn ze weer mooi? Dan raad ik je aan om een like achter te laten, een comment achter te laten. Ja, hoe waren jouw oogbollen dit jaar? Dit was alweer de laatste Zatzat dit jaar. Hopelijk gaan we volgend jaar gewoon net zo keihard door met Zatzat als dat we dit jaar hem zijn gestart. Dankjewel. Hier komen de eindcredits.